De stijger van Post Utrecht in Wageningen, Nikeri, moet dringend vervangen worden. De stijger is de afgelopen 10 jaren nauwelijks onderhouden. Boothouders en bewoners van de dorpen Post Utrecht 1 en Post Utrecht 2 vragen aan het ministerie van Openbare Werken om de stijger dringend te vervangen. Dagelijks worden tientallen kinderen van omliggende dorpen over de Nikeri-rivier naar Wageningen vervoerd waar ze naar school gaan. De boothouders Ignacio Nijman en Sersinio Tolut vertellen meer hierover. Ik zou vragen aan de regering als ze iets kunnen doen voor Wageningen, want die stijger is niet zo goed. Want er zijn schoolkinderen die op deze brug ook moeten gaan, dus vanaf maandag tot vrijdag de school toch. Dus het is een beetje wel gevaarlijk voor ze. Als het misschien 5 meter of 3 meter mooi stabiel is, zou het goed zijn voor ons dorp Wageningen. Ja. Hoeveel kinderen van de overkant gaan naar school? Ik schat 160 zo hard. Ja. Van Milo-school en lagere school ook en de middelbare school ook. Ja. En hoe lang is die stijger kapot? Is wel een tijdje hoor. Dus een paar mensen die geld hebben kunnen een bijdrage ook leveren. Dus nu is het wel even kapot. Dus we kijken even naar onze sponsor. Als het kan lukken, zou het goed zijn voor ons. Ook voor de jeugd die erg ons oma. Ja. Volgens de bewoners heeft Wageningen slechts kleine problemen die wel dringend aandacht nodig hebben. Ze doen een beroep op de regering om dit gebied niet te verwaarlozen. Wel, de mantak doen de chanel zit niks en zo. Dus hoe laat we riveren? We bouwen dat allemaal ook samen doen. Dus we horen zo geduld aan gaan. Maar dit elektraar wel aan elkaar zo roeien beeld even. Want Wageningen gaan we naar voren toen ze voeden. Dus ik van mezelf ben ik kom niet unu takanga unu leka doorpui. Ze hebben wat een alibis magba. Als aan dat uur taki communicatie, dan we go dooro. Dus Wageningen ook deja opogam aan toere. Dus aan mijn afredegi next. Dus we zijn abosko pogi visa president u takta magba. Na van mijn koluku DC. Furu stand def do DC. We hebben niet veel nodig in Wageningen. Een paar kleine dingen, maar is dat geregeld. Bootsman is naast CEO Nijman van Post Utrecht in Wageningen, Nikeri. Hij vraagt de regering om de enige stijger die in verwaarloosde staat is, zo gauw als mogelijk te vervangen.